What the fuck? Stop met voortplanten. Wat ben ik mee bezig? Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik echt een spelletje doen. Dat is echt een AAA game. Echt een van de beste spelletjes ooit gemaakt. Ik heb er nog helemaal niks van gezien. Hoe weet je dan dat het het beste spel is dat ooit gemaakt is? Ik vertelde een leugen. Vandaag spelen we Toddler Simulator. Dat is vrij vertaald naar de Nederlandse taal ongeveer Peuter Simulator. En niet iedereen kan natuurlijk Engels, dus ik leg het even uit. Voor die mensen, weet je wel, niet iedereen heeft een hoge breincapaciteit. Dus vandaag gaan we ons gedragen als een peuter. Hoi, als het doet, dan ga ik altijd. Hoi, pak je bek! Vandaag laten we onze innerlijke peuter los. Oh, je hebt ook een kotsknop. Dat is dus vanaf nu al mijn favoriet spel. Welk spel heeft er nou nog meer een kotsknop? Nou, er zijn er wel meerdere natuurlijk, maar dit is wel echt een prachtgame hoor. En volgens mij is het een beetje Goat Simulator, alleen ben je dan een klein peuterke. Hé, hey, ik had hem net gecustomized. Waarom heeft hij er niet opgeslagen? Verdomme. Hier, een beetje matchende kleertjes. Je moet vroeg in de jeugd moet je al beginnen met kinderen een goede modestijl aanmeten. Dat is bij mij helaas niet gelukt. Dus daarom probeer ik het maar te implementeren in digitale monsters. Waarom begint hij de credit te breakdance? Dat doe ik toch ook niet? Zou wel grappig zelfs zeggen, maar dat ga ik niet doen. Ik kan wel gaan breakdance trouwens. Kijk me aan. Oh, ik kon hem niet zien omdat ik op de grond lag. Dat is schrikkelijk vervelend. Ik had echt een betere moves als die kleine peuter hier. Maar ja, het was niet in beeld. Dus ja, ik kom er nooit meer achter. Allo, ik wil zien hoe je mond eruit ziet. Open, beetje tilten, lip. Ja, een beetje lippen is ook wel mooi. Ik hou wel van lippies. Doe eens normaal, joh, man. Ik probeer jou gewoon hier een nieuw gezicht aan te meten. Als jij bij de cosmetische chirurg zit, voor een neusverkleining of zo, gaat ik ook niet breakdance in de stoel. Dan zit je neus bij je oor straks. Ik kan wel goed ruiken wat je hoort. What the fuck? Top. Niks meer aan doen. Laat eens even zien wat ik nou gecreëerd. Spring op dat fucking... Wow, deze heeft echt iets traumatisch meegemaakt. En we hebben nog niets gedaan vandaag. Oké, dus je kan alles lopen volgens mij. Ush. Je was echt zo mist en dan krijg je gewoon punten voor. Top game! Oké, mijn ouders zijn dus even op vakantie. Dus dit kind gaat de hele buurt terroriseren. Koek, koek! Oh wat, ik rijd door het glas heen. Ik rijd door het glas heen. Over rijden gesproken. Je kan in een auto rijden. Oh shit. Let's go. We kunnen trouwens met die kleine miserige pootjes bij de fucking gaspedaal. I don't know. Let's go. Er kwam een beeld te staan plant. Ik kreeg tegen de hek aan. En de hek ging niet eens kapot trouwens. Kut auto, we hebben helemaal niks aan. What the fuck? Wat is dit nou weer? Wat doe jij nou? Oh, meneer, ik ben hier gewoon ondersteboven een nieuwe yoga-oefening aan het uitproberen. Volgens mij gaat het wel redelijk lekker. Wat de hel is dit? Wat doe jij dan? Het is tering hard, joh. Ik hou die oorschelpjes. Blijf niet van. Oh, what the fuck? Oh mijn god, ik schrok helemaal de tering. Wat doe jij? Je loopt in de lucht met je hoofd. Ik hou over je heen kotsen. Oh ja, nee, dan kan je in één keer wel normaal doen. Of, ja, ik weet niet. Dit is niet echt heel normaal of zo verder, maar... Even kotsen. Ik heb een oneindige maaginhoud hier. Ah. Ja, ik heb het beter gemaakt. Yes. Levensles voor iedereen als iemand heel raar doet. Kots over hem of haar heen. Dan komt alles goed. Niet over mij een kotsen, alsjeblieft. Probeer een spelletje te spelen, dankjewel. Heeft u zin in de stinky van de barbecue, toevallig? Ja, was het antwoord van mijn kleine jonk. Oké, die man moet nog steeds kapot. Waarom? Geen idee. Redelijk vervelend. Oké. Wat? Is dat diezelfde vrouw als... Nee, dat is niet dezelfde vrouw. Waarom zit ik onder het level? Hallo? Waarom zit ik onder het level? Oh, daar is hij nog! Wat is het voor game, joh? Wie de fuck heeft hij gemaakt? Is het te zien, want in of reed die auto uit zichzelf? Dat vind ik dan voor het rustend. Het was een spookje! Ja, dus. Nou, het zal wel. Die man, leeft gewoon verder nog een vrolijk leven, want ik laat hem gewoon heel, joh. Laten we gewoon een keer even niet iedereen doodmaken. Dat is gewoon mooi. De audio mixing van deze game is al echt super slecht. Ik heb nou de sound echt op de 11 gezet en het geluid is gewoon snerpend hard. Gewoon snerpend zelfs. Niet gewoon knetterhard. Niet redelijk hard. Gewoon dat het gewoon in je oorschelpen snerpt. Zo van... Oh, dat is echt snerp. Je kent het wel. Snerpend hard. Je kent het niet, maar toch wel, want ik leidde het net uit. Eenmaal. Mag ik lopen ook, als ik gewoon een auto kan besturen. Die magnetron die staat er even te kotsen door het raam heen. Doe eens even normaal, joh. Ja.
Heb ik jou om je mening gevraagd? Hij ziet er echt uit alsof hij zijn ma naakt in de badkamer heeft gezien. Ik ken ze maar, snap ik wel. Dat is, wat? Kotste mijn auto nou? Oh, dat is een remspoor. Oh nee, dat is gewoon de wegleiding. Jos denkt dat alles kots is. Hey! Yo, er groeit kots uit de grond, zie je dat? Oh joh, dat zijn bloemen. Dat is kots, kijk. Dat is allemaal dat is kots hoor. Dat is gewoon kots in een vaste vorm. Kijk, dit is kots in vloeibare vorm. Maar dat is gewoon kots. Ja, hier, hij is er ook mee. Wat, die kan echt fucking veel doen. En ik zag... Een helikopter! Ik zie hier een helikopter. We komen daar bovenop. Met die super sterke babykuitjes van hem. Die kunnen zo hoog springen. Moet ik eens kijken. Nee! Oh, hij leeft nog. Hij leeft wel op zijn kop. Kan ik hier nog even vliegen? Hé, hey, laat de dingen staan. Oh, oké. Sorry. Dank u wel, meneer. Jos kan niet gamen. Ja, la, 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 la. Ik kan niet gamen. Maar dat wisten we al. Maar laat het ook maar eens even zien. Eén van de mensen die het nog niet hadden gezien. Dus nou weet je dat ook weer. Kan ook respawnen dat hij dan weer het doet of zo. Zou chill zijn. Zou redelijk leuk zijn. Maar ja. Ja, ik heb de helikopter... Ik heb hem vermorzeld gewoon. Maar ik ga het volgende tuur gewoon fixen ook. Ik weet ook niet of dat ik überhaupt in die heli kan. Want ik stond er net ook al naast. En toen stond er dus niet press 18 fly in de helikopter stond erbij. Dus ik weet het niet. Voordat ik met al mijn tijd ga vernaaien aan dit, ga ik... We hebben net een missietje doen. Oh, het zijn gewoon objectives. Het zijn niet eens missies. Oké, free roamer! Ik heb wel even iemand op zijn stinkmail mappen. Die man denkt... Een putter. Die gaat mij sowieso op mijn vieze stikmail mappen. Ik heb mijn tanden niet gepoetst. Nou krijg je dat... Oh, yo, what the fuck? What the... Meneer, u gebruikt cheatcodes. U kunt gewoon door de lucht rennen. Zo boos ben ik. Dat kan gewoon alles kapot maken. Een gastank. Je moet er uiterst voorzichtig mee zijn. Want anders ontploft die. Ja, alles kapot. Maar dat was een redelijk zuigend explosietje, zeg. Zo. What the fuck? Ik ga van links. Gelukkig glitst deze game verder niet. Dus zou heel vervelend zijn als dit dat wel zou doen. In ieder geval, als we de scooters aan kunnen rijden, dan... Ja, 10 out of 10, bitches. Dit is hem. Dit is de game. Wow. Stuntmontage, jongen. Maar ik zie een rampie. En over het rand. Oh ja, joh. Lekker shit molestreren, jongen. Echt lekker alles mollen. Hou ik van. Ik hou ook van mollen. Maar ja, van dingen mollen is ook leuk. Slippy. Otse keetjes. Oh. 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 Een doggy. Smash, Manny Puke. Mitch Destroy. Memes. Leuke memes. Oh, nog meer memes. Break and destroy. All of the things. Yeah. Oh, wacht. Zo kun je niet in. All of the fucking dingen. Good master, lelijk. Good player, geel. Is niet mooi, hoor. Hey, als jullie kanaal is geel. Je hoofd is geel. En tot zover de memes. Ik hou van de meme-pie op zijn tijd. Veel jammer dat je niemand op zijn melk kan stampen. Dat maakt GTA ook zo mooi. Dat iemand echt zo vol zijn poffert op zijn neus kan geven. Dat hij dan echt zo heerlijk als zo'n zitzakkie. Of zo'n flubberman, weet je wel. Dat hij dan zo neervalt. Je weet wel zo wat ik bedoel. Anders heb ik nou een plaatje in beeld geëdit van een flubberman. Dikke parcoursmontage ook nog, jongen. Wat wil je nog meer? Oh, wat is dit? Het zal wel. Ik weet niet wat het allemaal is, joh. Ik heb geen idee. Oh, hij kan ook nee zeggen. Nee. Het is meer dat... Hij zei meer naai. Maar jongeman, naaien doen we nog niet op je tweede levensjaar. Dat mag pas als je 16 jaar oud bent. Tenminste, in Nederland. Ja, ik heb echt in één keer zo'n geweldig scenario in mijn hoofd. Dat je even lekker bezig bent. En je bent nog geen 16. Dan komt de politie. Hey, stop met voortplanten. Jullie zijn nog veel te jong. Oh nee, het is de kokblokpolitie. En wil je nu alsjeblieft van je broer afgaan? Dat is best smerig. Ja, ik weet niet waar. Dat is helemaal niet eens grappig. Dat is wel grappig trouwens, anders lag ik toch niet. Wat ben ik mee bezig? Mijn breincapaciteit breekt af met elke seconde dat ik dit spel speel. En jij denkt van, oh, dat zou wel niet veel zijn, die breincapaciteit. Nou is nog minder, hè? Ik hou me niks meer over. Ik was zo trots op die drie cellen die ik nog had. Nou goed, kijken of ze nog in de aanbouw.
aanbieding zijn met de Aldi straks. Ik hoor spelen de kinders. Ik hoor spelen de kinders. Het is gewoon een geluidseffect dat bij dit playgroundje hoort. Maar er is verder helemaal niemand. Alleen een of andere oude pedofiel. Als deze game voor mijn pedofielen zat, dan zou het al toddler stimulator heten. Dat is ook niet gezond. Wow, een onderbroekie. Heeft hij meer sound effects? Nee, ja. Hij is een beetje schizofreen, hij weet het zelf ook niet meer. Hij heeft allemaal stemmen in zijn hoofd. Dus dan de vaste moeder. Hey Barry, wil je een lekker snoepje hebben? Misschien. En dan denkt hij bij zichzelf van, oh, een lekker snoepje, ja. Ja. Die andere stem in zijn hoofd denkt van, nee, een snoepje. Daar word ik veel te dik van. Ik moet aan de lijn letten. Dan krijg je een beetje dit. Ja, nee. Ik wil het ook niet meer, ma. Steek dat snoepje in je reet, man. En dan zegt die moeder, oh, ja, dat kan ik best doen. Volgens mij is het ook een zetpil. Dus dat zou het wel kunnen. En zo is de moeder van Barry nooit meer van de wc afgekomen, omdat ze vanaf toen alleen nog maar keihard lopende diarree kreeg. Rip, de moeder van Barry. Maar niet uit, de kind is ondernemend genoeg, die kan zichzelf wel redden. Alleen de supermarkt is redelijk leeg en er staan alsnog gewoon mensen achter de kassen. Ja, ik zoek appels. Ja, meneer, we hebben maar niks. Waar sta je dan? Ja, ik weet niet, een beetje workout doen, hè? Beetje vet verbranden. Het lijkt er af en toe lijkt erop alsof ze niet eens probeerden om hier een fatsoenlijke game van te maken. Nee, niet echt een hele gezonde kleur van water. Tenzij dat je in een smurfendorp woont. Maar dat denk ik niet dat het geval is. Maar ja, je weet het niet. Ze kunnen altijd zomaar achter iedere hoek en in iedere gat zitten. Die gekke smurfies. Maar blijft me toch niet sterk. Dus ik zou het eventjes checken. Aan de andere kant. Interesseert me ook niet zo heel erg veel. Weet je, laat ze allemaal lekker sterven hier. Lekker rustig tenminste. Zijn we weer. Hij is een traumakop, is hij wel kwijt. Hij is redelijk vrolijk geworden en er is helemaal niks mis mee. En hij loopt vast en hij loopt niet meer vast. En we gaan op zoek naar de helikopter. Kan het maar vastlopen, man. Ik kan twee auto's tegelijkertijd besturen. Check dit. What the fuck? Dit is niet eens een 10 out of 10 game. Dit is gewoon een 11 out of 10 game. Zo goed is dit. Dit is echt heerlijk, jongen. Ik heb nog nooit gezien dat je twee auto's tegelijkertijd kan besturen. En één auto zit je niet eens in. Oh. Die explosie heb ik er wel ingeëdit, want anders was het helemaal niet spannend. Denk, zeg het maar even, want sommige mensen die kunnen het verschil niet zien en denken van, oh, wow, wat een vette explosie zeg. Ik ga het spel sowieso kopen. Nou, dat kan ik je best afraden op zich. Oh, come on, true. Ik heb een helikopter. Ik heb een heli. En dat was al cringy genoeg. Dus ik hou nu op met het zingen van dat prachtnummertje. Maar oké. Ik heb een keer veel meer lag ook. Maar maakt niet uit, als we die heli hebben, kan ons niks meer gebeuren. Oké, we gaan het er niet proberen af te gooien. Oké, godmonde. Kan ik ren? Volgens mij kan het niet eens, joh. Hij komt daar helemaal voor op niks opnieuw opgestart. Potjandori! Holy shit! We gaan voor de highscore. Hoe is hij nou? Je kan het ding wel de lucht in smekken, maar je kan er niet in vliegen. Nou, deze game is nu gedaald tot een min 10 out of 10. Dus dat betekent ook dat ik er nu mee ga stoppen. Ik wil iedereen graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Druk natuurlijk op dat duimpje omhoog. En nou het kanaal nu gaat voor meer leuke spelletjes. Niet alleen Formule 1. We doen wel veel Formule 1. Maar dat komt omdat die shit moet iedere week geüpload worden. Dus dan hebben we veel Formule 1. Zoals als je geen Formule 1 fan bent. Die video's zijn pittig hilarisch. Dus ik zou het een keer uitchecken als je het nog niet gedaan hebt. In ieder geval gaan we proberen om wat meer variatie erin te krijgen. We hebben in ieder geval twee hele grote projecten klaarstaan die super cool zijn. En die komen er dus binnenkort aan. Ik weet niet wanneer. Maar ik hoop zo snel mogelijk. Maar we zien het allemaal wel. Wanneer iedereen tijd heeft. Het wordt in ieder geval fucking mooi. En ik dacht van ik speel vandaag eens een keer even een of andere random kut game om de variatie. Ja, zie je een beetje te beginnen, weet je wel. Dus, maar goed. Nogmaals, jullie hebben even kijken. Druk een duimpje omhoog. Leuk wat. En tot de volgende keer. Later, jongens. En meisjes natuurlijk ook. En alle foto's die gekeken hebben vandaag. Ook. Tot ziens.